jullie kijken naar een nieuwe challenge vlog. Ik doe dit samen met Ermano en we gaan de Crossbar Challenge doen tot aan de 3. En wie de eerste bij de 3 is, heeft natuurlijk gewonnen en die moet dan kontje knal doen. Jammer. Kijk hem liggen. Ja, kunstgas is wel. Ik ben op de plaats, hè? Ja, naar de kleine. Ja. Ja. Oké. Tot zo, kijkers. Goed, dan ga ik even verplaatsen naar een kleine doel, maar overwege de warmte. Ja, dat is wel beter. Nee? Laat hem lopen, laat hem lopen. Je kan het editen. Waar trappen? Hier zo? Dit plekje. Huh? I'm a beest! Jij raakt altijd. Jij raakt altijd, Asso. Totaal anders. Speciale bal. Nou, Alle dan. Duimpje omhoog. Dan zijn het er al twee. En als ze vesten schiet, is het duimpje omlaag. Ja, dat is het. Hoppakee. 2-1. 3 duimpjes omhoog. Always. Jawel. Wat gaat er dan linker raakt, jongen? Ga je niks piepen? Kaboom! Wat met een kleine bal. Nog 1 keer en dan mag ik op zijn kont gaan mikken. Wat een slechte bal. Maar ligt het aan de bal of ligt het aan mij? Aan de bal. dat zien hoe het moet dan. Dat doen wij niet trouwens. Laat jij even zien hoe het moet. Ja, zou ik eens laten zien hoe het moet? Jij ook maar niet. Dan kun je laten hoe het niet moet dan. Ja. Oké, hij heeft gewonnen met 3-2. Hij heeft gewoon geluk. Goed, zoals ik zei natuurlijk, de verliezer die moet met zijn kontje knal in de doel gaan staan. Nou ben ik het, dus ja, ik ga wel zien. Dat is geen kont. Dat klopt. Nou mag ik iets dikker bij de. Nee, maar twee keer. Twee keer. Ja, maar niet tegen mijn benen. Ga goed staan, ga zo staan. Nee. Oh man, die is geteld toch? Die is geteld, ja. Dus ik mag niet iets dikker bij de. Nee. Nee. Goed, tot zover deze challenge in ieder geval. Heb je ervan genoten? Laat het even weten in een reactie. Doe natuurlijk dat blauwe duimpje omhoog en tot de volgende keer. Duimpje omhoog!